Bertus Koerts uit Dronten heeft een bijzondere hobby. Hij maakt houten landbouwvoertuigen. Hij haalt zijn inspiratie uit het jarenlang werken in de landbouw. Hij heeft inmiddels een flinke collectie opgebouwd van houten voertuigen en apparaten die vaak niet meer worden gebruikt. Alles gaat weg. Verdwijnt. Ik denk, kan het misschien wel namaken. En zo is het gebeurd. En dat vind ik leuk om een ander te laten zien hoe het eigenlijk vroeger was. Want dat, mensen die weten het heel niet meer. Nou, gaan we eens een beetje draaien. Zo ben ik vaak bezig. Ja, en niet alleen voor mezelf, ook voor een ander ben ik ook altijd aan het prutsen. Ik vind het altijd gewoon, ja, als ik een idee heb, dan is mijn dag ook zo weer om. Zo is het ook weer. Koerts is elke dag wel even te vinden in zijn schuurtje. Van jongs af aan geniet hij er al van om in zijn eentje hout te bewerken. Dat ging eigenlijk allemaal wel vanzelf. Want ik heb nooit geen vraag naar, of nooit gevraagd van hoe doe je dit of dat. Ik wou het altijd zelf doen. Ik ben een self-made man. En het ging ook altijd? Ja, het ging altijd. Nou, geen mooi baaltje. Ja, ik heb gewoon plezier aan om te doen. Ja. Om het te doen. Geen idee. Als je een hobby hebt, kun je eigenlijk geen verklaring geven. Zo'n hooipersteek. Ik denk, oh, die kan ik ook wel maken. Nou, dan ga ik aan de gang. In de loop der jaren heeft Koerts meer dan 100 voertuigen en apparaten uit de landbouw nagemaakt. Hij is nu op zoek naar een plek waar hij zijn bijzondere collectie kan achterlaten. Ik hoop dat het ergens in het museum komt. Want dit spul dat is gewoon in mijn ogen, ja, ik heb het zelf gemaakt, maar ik mag, dacht ik wel zeggen dat het gewoon uniek is. Ja, ik weet het anders ook niet. Het zou zonde wezen. Het zou toch echt zonde wezen als het op de schroothoop kwam. Of in de kachel.